En ook in Coevorden heeft het de hele dag geregend en dus is het speelveld moeilijk bespeelbaar. Het is drassig, maar toch weten beide ploegen zich goed aan te passen aan de omstandigheden. Beginfase van de wedstrijd, de eerste mogelijkheid voor Valtermond en dan is het al raak. Na 9 minuten spelen is het Edwin Drent, de topschutter. Hij zorgt voor de 1-0 voorsprong voor Valtermond. Dat in die fase de beter voetballende ploeg is en ook de kansen creëert, zoals hier. Paas hier naar de zijkant. En dan is het Demi ter Velde. Die vindt bij de tweede paal Edwin Drent. Maar dit keer heeft hij het vizier niet op scherp en blijft het gewoon 1-0. Germanicus heeft het lastig in die beginfase. Krijgt nauwelijks kansen. En dan moeten we wachten tot de 26e minuut. En dan zien we hier een mogelijkheid van Stan Ippenburg. Maar hij stond op keeper Sander Bouma. Valtermond is de bovenliggende partij. Edwin Drent is sneller dan zijn tegenstander. Ja, en dan is het meegekomen Demi ter Velde, die na een half uur spelen de 2-0 op het scorebord brengt. En dat is op dat moment dik en dik verdiend. Want ik zei het al, Valtermond is de bovenliggende partij en het krijgt even later de ideale mogelijkheid op de derde treffer. Edwin Drent! Maar dit keer strandt hij op Vincent Beugeling, de keeper van Germanicus. En hij heeft de nodige zorgen. Erik Prins, de trainer van Germanicus. Dat in die tweede helft beter uit de startblokken komt. Het is feller, wint de duels en creëert zich ook kansen zoals hier. Rolf van Dijk. En na 4 minuten spelen scoort hij de aanschlusstreffer voor Germanicus. En dat geeft de burger moed voor de Coevordenaren. Want even later deze situatie. En dan komt de bal uiteindelijk voor de voeten van Marco Verhoef. En binnen 8 minuten staan beide partijen weer gelijk. Het staat 2-2. En dus moet ook Valtermond weer terugkomen in de wedstrijd. Het heeft daar inmiddels een 20 minuten over gedaan. En krijgt even later de ideale mogelijkheid. Het is opnieuw Edwin Drent. Scoort hij nu wel? Nee, opnieuw heeft hij geen succes. Want ook nu komt de bal in het zijnet. Even later dan, een aanval van Germanicus, Jordi Beeksma. Geeft de bal mee aan Pim van der Veen. Probeert het dan en via een verdediger gaat de bal achter. De corner zou trouwens niets opleveren. Valtermond. Het weet dat het mogelijkheden heeft hier. Demi ter Velde, Rick Slimbach op Jens Bulle. Zijn inzet wordt geblokt door Jordi Beeksma. En dat gebeurt onreglementair volgens scheidsrechter Posma uit Oosterwolde. Hij maakt hens Jordi Beeksma. En dus krijgt Valtermond een strafschop. En dat allemaal een kwartier voor tijd. En die bal die wordt feilloos binnengeschoten door Demi ter Velde. Ook al zat de keeper van Germanicus Vincent Beugeling wel in de goede hoek. 3-2 voor Valtermond, dat in de slotfase nog even angstig moet toekijken. De laatste kans in de wedstrijd voor Fabian Greven van Germanicus, maar ook hij heeft geen succes. En zo pakt Valtermond 3 belangrijke punten bij Germanicus. Ik denk als je naar de eerste helft kijkt, naar de kansenverhouding, dan zijn er 4 kansen voor ons, waar er dan maar 2 ingaan. En ik denk dat je hem voor de rust moet beslissen. Ja, in de tweede helft denk ik voor het publiek een heerlijke wedstrijd geweest. Alleen het is van ons wel zuur dat dan nog met die panel. Maar ik dacht echt naar die 2-2. Nou, toen we goed de druk erop. En nu gaan we eroverheen. En dat mocht helaas niet zo zijn.